Aaltjes, ook wel nematoden genoemd, kunnen veel verschillende insectenplagen bestrijden. Er zijn verschillende soorten en stammen met grote verschillen in effectiviteit. Het aaltje Steinernema feltiae wordt gebruikt voor de bestrijding van trips. Na het uitzetten zoeken de aaltjes actief naar een prooi en dringen deze binnen via de mond, anus of ademhalingsopeningen. Eenmaal binnen voeden de aaltjes zich met de inhoud van de prooi en scheiden daarbij specifieke bacteriën uit. Deze bacteriën verspreiden zich in het insect en zetten het gastheerweefsel om in producten die de aaltjes gemakkelijk kunnen opnemen. De gastheerlarve sterft binnen enkele dagen. Geïnfecteerde insecten kleuren geel tot lichtbruin, worden slijmerig en drogen uit. De groei van de populatie aaltjes in de gastheer hangt af van twee factoren: het aantal infectieuze aaltjes die het insect binnendringen en de grootte van de gastheer. De vrouwelijke aaltjes kunnen tot 200 eitjes leggen. Het vrouwtje legt haar eitjes in de gastheer, of de eitjes ontwikkelen zich binnen in het vrouwelijke aaltje als er onvoldoende voedsel is. Uit de levensvatbare eitjes komen larven die zich snel ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen duizenden aaltjes de gastheer verlaten en gaan onmiddellijk op zoek naar een nieuwe prooi. Benieuwd naar andere bestrijders? Bekijk ons YouTube-kanaal voor meer video's.